Dank u wel, voorzitter. De centrale stelling is dat de euro onhoudbaar wordt. En daar ben ik het mee eens. De oorzaak is dat het stabiliteitspact een boulevard of broken promises is geworden, een boulevard van gebroken beloften. Voormalig commissievoorzitter Romano Prodi zei in 2002 dat het stabiliteitspact stupid was. Een signaal voor financiële losbandigheid. Het pact werd een vodje papier. De eurozone werd een transferzone met een geldstroom van noord naar zuid. Tijdens het rondetafelgesprek zei de heer Hoogduin dat Nederland binnen een eurotransferunie 21 miljard per jaar en mogelijk op den duur zelfs 35 miljard per jaar zou bijdragen. Dat is 2 keer de begroting van Defensie en 3 keer de begroting van INW. Juist op dat moment dat we allemaal, ik citeer, allemaal een stukje armer worden, zoals de minister van Financiën het stelde. Daar heeft ze ook gelijk in. Volgens Nieboet is 60% van onze huishoudens financieel kwetsbaar of ongezond. In Frankrijk echter is de pensioengerechtigde leeftijd 62, het wordt misschien 63. Italië subsidieerde bouwprojecten met 110% subsidie. En Spanje voerde een basisinkomen in en men vraagt de minister, kan zij dit uitleggen aan de Nederlanders die collectief armer worden? Bovendien werken transfers niet. Italië kende ooit La Casa del Mezzogiorno, maar veel van het geld naar het zuiden kwam terecht bij de maffia. In België transfereert Vlaanderen jaarlijks miljarden naar Wallonië, maar het herstel blijft uit. De eurozone kende de afgelopen 20 jaar geen convergentie, maar divergentie. En ik heb het de afgelopen 20 jaar zelf kunnen zien, toen ik in de Europese Commissie werkte. De kloof wordt steeds groter. En de vraag aan de minister is, zij het met mij eens? Het kabinet tekent diverse scenario's uit en selecteert een combinatie van gestaag door en meer markt. Het gaat er daarbij van uit dat eurolanden de regels van de Stabiliteits- en Groeipact zullen respecteren. Daar is overigens de voorbije 20 jaar niets van gebleken. Die hoop is dus lichtelijk naïef, als ik het zo mag zeggen. Ik zou me willen richten op een beleid van gezond fundament en daarbij flinke druk uitoefenen in Brussel. Nederland is een van de weinige landen met een AAA en daarom heb ik enkele voorstellen. Ten eerste, geen risicodeling meer, geen nieuwe gemeenschappelijke schulden aangaan en zie daarbij de motie Epping. Het mandaat van de ECB herzien, zodat de ECB niet onbeperkt schulden kan opkopen die leiden tot monetaire financiering. Ten derde, een hervormingsplan voor Italië om schulden sneller af te bouwen, want een rente van 4% of hoger maakt de Italiaanse staatsschuld onhoudbaar. Ten vierde, herstructureringen niet uitsmeren over te lange tijd, maar juist sneller. Zoals Ierland deed met veel succes toen het in 7 jaar tijd de staatsschuld terugbracht van 120% naar minder dan 60% van het BBP. En vijf, pensioenhervorming in Italië en Frankrijk. Een pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. En dan, voorzitter, ik ben er bijna hoor, in eigen huis. De Nederlandse bank moet afslanken om zijn verliezen in de toekomst te beperken. Nu telt die bank 4 keer meer medewerkers dan het AFM en de helft van de Bank of England, terwijl de bankensector in Groot-Brittannië 5 keer zo groot is. De Nederlandse bank grossiert in van alles en nog wat, maar verwaarloost de hoofdtaak, namelijk beperken van de inflatie. En ten zevende, ik heb de Nederlandse noodscenario's gelezen, minister. Ik zou graag een noodscenario zien van het kabinet in geval Nederland wordt genoodzaakt tot een exitstrategie uit de eurozone omdat de transfers onbetaalbaar zullen worden. Kan de minister daarop ingaan op deze punten en ik dank u allemaal.